Hartelijk welkom bij het muziekuurtje waarin we aandacht besteden aan de apostolische muziekcultuur in de achterliggende 100 jaar. Deze keer hebben we als thema de ziel. Na uitzendingen over de apostel en over God vragen we ons af hoe broeders en zusters zelf hun apostolisch zijn ervaren hebben en welke voornemens erdoor gewekt werden. Dat doen we weer aan de hand van liedteksten en bijbehorende muziek. Een eeuw geleden werd de plaats bezongen waar het manna, het geestelijk brood, in overvloed neerviel. Niet alleen een toespeling op het Bijbelverhaal, waarbij manna, dat wil zeggen vruchten van de Johannesboom, voor de hongerige Israëlieten in de woestijn uit de lucht vielen, maar ook op de weekbrief, die toen wel het manna desdaags werd genoemd. Een variatie op dit lied is in de liederencyclus te horen. Hoe zalig is het mij hier te zijn. In 1933 werden een aantal liederen aan de bundel toegevoegd en andere weggelaten. Ook die liederen vertonen een grote mate van passiviteit. Eerst horen we Ik heb een vader die mij zo mint, met de zin Mocht ik soms dwalen ver van mijn huis, zie, mijn apostel brengt mij weer thuis. Daarna uit de liederencyclus van Wim Westerveld, Hier is mijn hart, ik geef het u. Thank you.
In 1953 verschijnt de nieuwe muziekbundel. Veel liederen zijn weggelaten, toegevoegd of met gewijzigde tekst. Enerzijds zie je de gevolgen van het God als mens-evangelie en is er meer nadruk op het zelf actief zijn. Anderzijds valt op dat waar vroeger God werd aangesproken die men als apostel kende, nu in veel liederen de apostel rechtstreeks wordt aangesproken. U hoort achtereenvolgens de mond Gods voor mij en tot in mijn diepste hartensvezelen. Hoe sterk de afhankelijkheid ervaren werd, blijkt wel uit de zin: ik weet niet waar ik zou vertoeven, waar gij mijn helper niet geweest. Oh.
Een mengvorm komt voor in het lied In Stille Trouw. In het eerste couplet wordt God aangesproken, in het tweede en derde de apostel. Ook hier gaat het om een dienende gezindheid. Heel eenvoudig en mooi wordt de stilte bezongen in het lied Mijn ziel is stille.
Ook het mannenkoor heeft liederen waarin het zielsbeleven direct aan de apostel gekoppeld wordt. U hoort achtereenvolgens knielen en mijn zielen mocht de Christus Gods herkennen en daarna bezield door mijn apostel.
Deze liederen werden vaak aan het eind van de dienst gezongen als een dessert na een voedzame en langdurige maaltijd. Jaap Vermeulen componeerde in de jaren 60 liederen met een geheel andere toon, onder andere over zelfmisleiding. Rob Tijdeman was er namelijk zelf bij toen deze liederen Apostel Elslok werden voorgezongen. Hij had er nog wat moeilijk mee. Het eind. Hier is uw kind, apostel, zegt u het maar, het uwe luistert, maakte alles echter goed. De apostel werd bezongen als een vader voor zijn geloofskinderen. U hoort, ik kan de weg niet overzien en soms ben ik vol van de zin van het leven. Er verschenen nieuwe koorbundels in 1973 en 1984, maar bijna alle liederen zijn hetzelfde en er is geen wezenlijke ontwikkeling in de teksten. Omstreeks 2010 hadden we een losbladige muziekbundel. Van sommige liederen werd de tekst aangepast en andere liederen verdwenen. Onder de nieuwe liederen zijn er weinig die het persoonlijk beleven bezingen. Voorbeelden zijn Laat me één zijn met het leven en Soms zit ik me blind te staren op verdriet, geweld en pijn.
kinderkoor zingt nu over het geweten en niet meer over hoe het hoort. Stemmetje diep in mij, stemmetje, laat je tegen mij. Zeg, kan dat nou niet anders? Toen was ik niet zo blij. Stemmetje diep in mij, stemmetje, dat steeds onhoorbaar zegt. Ach, is dat wel zo handig? Dan is dat vaak terecht. Ik heb het altijd al geweten. Als ik met mezelf praat, dan is dat dus mijn geweten dat me zegt hoe of het gaat. Stemmetje diep in mij, stemmetje, daar luister ik dan naar. Want wat ik diep van binnen voel, is eigenlijk wel waar. Ik heb het altijd al geweten. Als ik met mezelf praat, dan is dat dus mijn geweten dat me zegt hoe of het gaat. Het mannenkoor bezingt dat het belangrijk is dat gevoel en verstand in harmonie zijn, om zo te komen tot aanvaarding van het leven. Tegenwoordig staat alles op het internet, tekst en zang. Een karakteristiek lied voor deze tijd is Anders en Opnieuw van Hans Reinold. Thank you.
einde van dit muziekuurtje. We hebben gehoord hoe 100 jaar geleden het centrale thema was hoe bevoorrecht we waren apostolisch te zijn. Hoe 50 jaar geleden de dank aan de apostel centraal stond in de meeste liederen. En hoe tegenwoordig het gaat om de eigen beleving en invulling van het leven. Minder meeslepend dan vroeger, maar meer realistisch. De beelden waren van Rob Buitenkamp. De samenstelling van het uurtje was in handen van Rob Tijdeman. De techniek en de presentatie waren in handen van Klaus de Bes. We besluiten met het jeugdkoor dat zingt over hun droom. I have a dream.